Twee ploegen die in de staat van de ranglijst staan. Jong AZ thuis tegen Top Os. Eerder dit seizoen werd het 2-1 voor Jong AZ. En AZ krijgt hier de eerste mogelijkheid via Savastano afleggen. Dat doet hij. En Oosting komt net te laat om de bal binnen te tikken. Jong AZ won de laatste drie thuiswedstrijden. En Top Os verloor de laatste drie competitiewedstrijden in de keukenkampioendivisie. Bij Top Os Koeman in de goal. En bij AZ de zoon van Ruud Gullit in de basis. Dit is Gravenberg. Gravenberg. Geluk voor de doelman van AZ. Een Schendelaar die krijgt hier de vrije trap mee van de scheidsrechter. Omdat Peters iets te gretig is. Schot dus van Gravenberg. Denzel Gravenberg. De broer van Ryan Gravenberg. De speler van Jong Ajax. Deskunst. Dit is een goede aanval. Zoals het hoort. Correa, de Portugees. Oosting is voor de goal. En via Dijkhuizen, die zijn debuut maakt bij Top Os, is het een hoekschop. Ook Dien van der Sluis terug bij Top Os. Dit is Dijkhuizen. Zijn contract liep af bij Rode JC. Nu dus in de basis bij Os. En dit is een doelpunt of toch nog een redding van Koeman. Oosting bijna met de openingsgoal in de wedstrijd. Koeman heeft het geluk aan zijn zijde. Omdat deze assistent scheidsrechter het geen doelpunt vindt. Lopen de mensen, die zijn gevaarlijk. Zoals hier Correa en een strafschop, zegt de scheidsrechter. Ja, Henskens is onverbiddelijk richting Ronald Koeman junior. Krijgt daarvoor ook de gele kaart. Ja, wat gebeurde er precies? Ja, met zijn rechterbeen. Haakt hij dus de aanvaller van AZ. Deskunst mag aanleggen voor zijn vijfde. Het is doelpunt nummer 5 in de competitie voor de spits van Jong AZ. En hij maakt Koeman nog even belachelijk. Koeman deed dat in het bekertoernooi tegenover Suzanne. Dat is een speler van Katwijk. Want Os wist wel door te bekeren. En voor de beker speelt Top Os volgende week dinsdag thuis tegen het grote AZ. Dit is in de tweede helft. En de eerste mogelijkheid is meteen raak. Het is Olivier Rommens met zijn eerste goal voor Os. Aanleggen, schieten met de rechter en doelman Schendelaar kansloos. Fase dat ook Os beter is dan Jong AZ. Dijkhuizen leidt hier balverlies. Voorbij Piqué. Dit kan gevaarlijk worden. Deskunst legt af op Correa. En is een goede redding van Koeman in de 1 tegen 1. Hier had de Portugees meer mee moeten doen. Bepaalt ook van deze 1 tegen 1 situatie. Want normaal gesproken zijn dit doelpunten. Kas Peters die krijgt zomaar een kans op een presenteerblaadje. En ook deze kans is niet besteed aan Top Os. Kas Peters normaal gesproken goed voor doelpunten. Dit is een vrije trap. De overtreding op Rommens. Filip Rommens. Zo, de lat redt AZ. En zo blijft het 1-1. Is het best aantrekkelijk om naar te kijken. Twee ploegen die willen voetballen. De bal blijft hangen door de wind. Daardoor de verdediging bij Top Os in de problemen. En dan is het ook 2-1. Het is de oudspeler van Jong Vitesse, Margaret, die Jong AZ op een 2-1 voorsprong schiet. De bal bleef hangen. Daardoor was Stuy van den Heerik kansloos. En Margaret pakt het cadeautje uit. En zo leidt de ploeg van deze stam. Opnieuw Jong AZ. Deskunst en Oosting lopen elkaar in de weg. En het is een vrije trap. Overtreding van Dijkhuizen. Onbegrip bij Top Os. Koeman zet de muur. En Deskunst. Deskunst met een aardige vrije trap. Al wordt hij onderweg van richting veranderd. Waardoor Koeman kansloos is. En zo is de marge 2 in het voordeel van Jong AZ. Dan nog de vrije trap. Rommens kan het. En dit is een goede redding van Schendelaar. Het gebeurt allemaal in de slotfase van de wedstrijd. En het wordt uiteindelijk 3-1. Voor de vierde maal op rij wint Jong AZ een thuiswedstrijd.